Draki. Zo lief. Draki. Jij bent lief. Een hele goede morgen. Ja, mijn naam is Karen Stammel van de Werf. En het is vandaag alweer 18 mei. En het is vandaag 9:30. Ja, het is mooi weer. Rob heb ik aan de telefoon. Die komt zometeen, dus die zien jullie nog even. Want hij heeft vandaag, zoals jullie al wisten, de hele week avonddienst. Dus jullie hebben het weer met mij te doen. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier en let op met alles wat ik weer aan jullie laat zien vandaag. Dus heel veel kijkplezier gewenst. Ja, nou, ik zit even voor mijn beeldscherm. Ja, de voor nog wel. Gaat goed toch? Ja. En zien, Roderick is nu even lekker onderweg hier naartoe om de hondjes te doen. Ja, het is mooi weer, gezellig en... Ja, wat ik al zei in de intro, Rodi heeft dus deze hele week avonddienst, dus zoveel zullen jullie hem weer niet zien. Morgen gaan we sowieso samen even lekker lunchen, voordat hij dus naar zijn werk gaat. Ja, vandaag gaat dat dus niet lukken helaas. Dus ik heb hem ook wakker gebeld, vond hij niet helemaal leuk, maar hoort er eenmaal bij hè, als je getrouwd bent. Ja, en als je nog niet samen woont, wat we wel willen, want ik ben druk op zoek naar ook een andere woning. Ja. Ik ben nog steeds, ja, gewoon, ja. Jongens, weet je, en we hebben 3 honden, 2 katten en 2 cavia's. Het is leuk. Maar ik wil gewoon een tuin. Een voor- en een achtertuin. Voor ook voor de hondjes. Juist een achtertuin. En voor ons lekkere voortuin. Weet je, dan kan Roe misschien nog lekker tuinieren. Want dan vind ik het toch zo leuk. Want ja, meneer heeft overal plantjes in huis. Dus ja, dus dan kan hij mooi lekker tuinieren. Buiten. Want dan vind ik het niet erg. Pleuren lekker buiten neer. Nee hoor, grapje. Grapje. Gekkigheid op een stokje moet kunnen, toch? Ja. Dus nee. Als er gewoon genoeg ruimte is, en dan kan hij gewoon alles lekker meenemen. Ja. Zeg ik nu, hè? Ja. Oh. Zeg ik nu en dat staat vast. Ja. Erg handig. Dus komt helemaal goed, jongens. Ja. Komt wel goed. Maar we houden jullie gewoon lekker op de hoogte. Dus ja. We zijn dus op zoek eigenlijk naar een, het liefst eigenlijk naar een koopwoning, maar dat is veel te duur. Dus ik ben dan weer zo eigenwijs om lekker naar een huurwoning te gaan zoeken. Dus mochten jullie iets weten wat in de omgeving van Den Haag, Leiden, Sassenheim, etc. is, laat het gerust even weten. En dan, misschien, particulier of zo, weet ik het. Als het maar gewoon genoeg slaapkamers heeft, mooie royale woonkamer, gewoon een keukentje en een mooie achtertuin en een voortuin, het liefst, ja. En een bad hoeft niet per se, het is wel een leuk iets erbij, maar dat hoeft niet per se, dus. Zo, ja, ik ben alweer thuis. Ik had mijn moeder al aan de telefoon gehad, want die was even naar de lokale BCC bij haar. En dat was mijn raam, want ik wilde de dames even op het achterbalkon hebben. Het is nu 3:30, ja. Ik wil gewoon even de dames even lekker op het achterbalkon hebben. Want ik zal zijn. Lekker druk, gelijk bezig, druk. Dus haar bel ik zo meteen even, want er was gisteravond problemen met haar computer. Ze is dus nu bij de BCC geweest. Haar computer doet het weer, want waarschijnlijk was haar HDMI-kabel of zo eruit. Want ze had dus geen beeld meer. Nee, schande. Erg handig. Nou, vlogje 1 heb ik alweer gedaan. Die is dus nu aan het renderen. En straks naar YouTube brengen vanzelf. En de jongens zijn er ook nog steeds. En daar komt mevrouw 1. Hi, kom eens aan. Kom eens hier. Kom hier. Hallo. Kom dan. Kom hier.
kom eens hier. Hey, koekoek. Jutte, kom dan. Jutte, kom. Kom dan. Kom eens hier, kom. Kom eens hier, kom. En twee, oh. Niet hoog, wil je niet hoog, kom eens hier. Kom. Jutte, kom. En twee. Ja, kom. En twee, kom. En twee, kom. Ze wil niet. Nou, dan ga ik er ook niet dwingen. Je wilt niet, hè? Nee, je wilt niet. Dus, wat ik ga eten, weet ik ook nog niet helemaal. Ik moet even kijken of ik nog wat centen heb. Want net zoals ieder ander krijgen we 20 mei als vakantiegeld en uitkering of wat dan ook. Dus ik ook. Dus daar gaan we dat maar weer even mee te doen. En dan sowieso het weekend gaan we weer even naar Zwijndrecht en naar Rotterdam. Naar de stichting Isaac en de Schittering en de Zwijndrecht, budgetfood. Ja, en dan moet ik ook nog eventjes boodschappenlijstje maken. Altijd handig, dus daar ben ik ook druk mee bezig. Dus lekker bezig. Gewoon lekker bezig. Waarom niet? Gewoon lekker. Heerlijk. Hè? Ja, hè? Loffrie. Kijk dan. Wil je? Hi. Hi. Lekker draakie. Zo lief. Draakie. Jij bent lief. Ga je zo een slaapje doen. Draakie. En dan ligt dadelijk een lady. En niet te vergeten, daar wat beauty. Ja. En daar ligt Spido. En hier zijn de twee mannen. Ja. Hier zijn jullie. Ja. Ja. Nou, doen ze normaal. Ga je ook daar maar in? Ja, bestie, wat jij wil. Scheidpak. En dan ga ik even kijken waar je zus ligt. Je zus, die ligt waarschijnlijk gewoon lekker. Pas anders. Ja, ja. Hé, ben je mooi? Lofrie, ben je mooi, jij? Nee, ik ben moe, zeg maar. Ja. Ja, toen liep ik dus even naar de sleutel. Ja, handig. Ja, en ik heb een vraag aan jullie. Dit is allemaal heel netjes geordend. Heel, heel erg. Ik heb hier dan dat van even de andere jongens. Daar heb ik hondenvoer, echt hondenvoer, schoonmaakmiddelen. Kattenvoer. Zelf drinken. Verzorgingsproducten. Noedels voor Roderick. Noedels van mij. Rookworst en allemaal beleg. En wasmiddel daar. En dan hebben we daar ook weer eten. Een grote frisser. En dan zit ik hiermee. Dit is dus niet van mij. Dit is van een meidje van mij. Dit van hem. En dit, ik kom hier niet uit. Hoe zouden jullie dit gaan oplossen? Ja, ik kan niet weten. Ik zit even met mijn hand in mijn haar. En ik moet even bak en praat hebben, mensen. Ik moet bak en praat hebben. Even op mijn vriezer zitten. Kijk, ik moet bak en praat hebben. Ja, ik moet bak en praat hebben. En waarom zit jij niet op slot? Ik moet gewoon bak en braad hebben. Heel simpel. Kijk. Jalik. Helemaal weer daar vandaan. En toen viel er weer wat. Ja, dacht ik al. En mijn fiets is ook tegenwoordig een grote opslag. Kijk. Is mijn oude fiets. Dan zeg ik, ik heb te veel. Ik heb echt te veel. Dat zeg ik. Hoe zouden jullie dit gaan oplossen? Ik wil ruimte.
Ik moet sowieso weer gaan opruimen. Ja. Toen liep ik alweer naar de boven toe. Schandig. Verloten. Ja. Stram. Lekker zonnetje kijken. Ja, zo. En dan ben ik weer. Wie ligt op mij te wachten? Deze mooie dame. Dat vind ik nou zo lief tegenwoordig. Dat ze op mij ligt te wachten. Ja, ze ligt lekker op mij te wachten. Oké, en dan kom ik thuis en wie zit op de eettafel? Wat eigenlijk niet mag. Nee. Hè, Spido? Link door op WhatsApp. Ja, is prima. Ik krijg namelijk een mededeling van... Ja, ik heb lekker gegeten. Echt serieus. Ja, want ik heb lekker wokblokjes met zalm, woknoedels en spinazie er doorheen. Nou, heerlijk. Voortreffelijk. Ja, echt waar. Dat is heerlijk. Dus ja, het is nu bijna 9:30. En ik ga nou even lekker lopen met de honden. Want dat niet mogelijk ook nu vooruit. Dan hoef ik ook straks niet meer als Roos om meteen weer lekker thuis komt. Want die is al ook wel helemaal bek afwezen. Dat weet ik niet. Dus dat hoor ik dan ook nog. Waarschijnlijk is het even hier eventjes een bakje thee misschien. En dat hij dus weer lekker naar huis gaat. Lekker slapen. Dus zoveel zal ik hem niet zien. En dan zal ik hem morgenochtend slash middag wel weer even zien. Om samen even te lunchen. En dan is het gewoon weer dat ik hem weer de hele dag niet zie. Alleen dan in de avond. En dat is ook voor jullie. Maar ik ga nu met de hondjes. En misschien dat jullie dat ook zo meteen nog even zien. En anders zie ik jullie straks gewoon weer dat ik weer lekker thuis ben. Ja, nou toen lekker even buiten. Lekker even snuffelen, meisje. Nou, die moest dus heel snel. Die vond het even leuk om dus even snel te zijn. Dat is handig. En dan sta je dan, hè? Ja. Jij, dames. Zijn jullie braaf ook, hè? Beauty. Lofri, kijk eens. Hi. Lofri, kijk eens hier. Lofri. Jij. Ja, meiden. Meiden, ja. Oh, wat zijn die ook stelletjes. Meiden bij elkaar ook, echt waar. Ja, zo. En jij wordt als zo. Jij wordt dus als een blonde gezien. Oké, ja, blond. Ja, oké, leuk, best. Dus dan ben jij blond bij deze, hè? Ja, je wordt een blonde terug. Blond genoemd, oké. En wat zijn deze twee dan? Zwart en met witte stippen of zo. Oh, heerlijk. Ja, handig. Handig, ja, best. Ja, en dan ook gelijk even aan het vloggen. Ja, ik ben een vlogster. Ja.
zijn ook een stelletje bij elkaar roken. Ga kijken, ga. Niet? Dan niet. Doei, mazzel. Of wel? Oh ja. Niet spelen aan de lijn. Niet spelen. Nee, precies. Hé. Hey. Kijk dan. Hé. Hey. Luffy. Nee. Je bent mooi. Je bent lief. Als je het maar zelf maar wil. Hè? Ja, en toen was ik dus alweer lekker terug thuis. Wat moet jij? Wat moet jij voor mij lopen? Ga lekker achteruit lopen, best. Nou, ik moet sowieso de afwas doen, maar dat doe ik lekker morgen, jongens. Echt, ik heb er geen zin in nu. Nee. Ik heb daar nu totaal geen zin in. Nee. Ik vind het allemaal even best. Dit is twee, die moeten hier staan. Ja. Ik ga nog eventjes een vlogje even doen. En dan is het ook weer zo meteen 11 uur voordat de groep thuis is. Ja, dat ben ik weer, dat ben ik weer. Ja, ik ga ook gelijk een vlog afsluiten. Dat is deze. Vonden jullie deze vlog gewoon leuk? Dan zou ik heel graag zeggen, vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer even. Of daar. Moet ik even kijken. Boop. Ja, maakt niet uit. Doe het belletje aan, dan blijf je ook zeker op de hoogte. En laat ook zeker een reactie achter. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel. En tot morgen!